De meeste landbouwers die gestart zijn, laten we zeggen, rond 1980, die hebben vooral geleerd dat je zoveel mogelijk productie van je land moet halen. En dat er echt geen ruimte is voor natuur en dat is eerder een bedreiging. Dus het is bijna een gevecht tegen natuur, van oudsher. During the past century, European farmland has changed as a result of agricultural modernization. The efficiency of our food production has significantly improved. At the same time, this has led to a large-scale decline in farmland biodiversity. The Partridge Interreg project shows that modern farming and wildlife conservation can coexist. In 7 European countries, 10 demo sites are being made partridge-friendly. This international collaboration gives new insights into ways to restore biodiversity on arable farmland. Wij hebben hier de Vlaamse boeren op bezoek gehad. Die kwamen hier kijken naar de kevenbanken. Want onze Nederlandse boeren die durfden net iets eerder een kevenbank aan te leggen dan de Vlamingen. En die kwamen kijken en toen hebben ze dus uiteindelijk beseft van dat kunnen wij ook gewoon op ons land. En toen hebben ze het gedaan. At all the demonstration sites, many different people collaborate. Als ik een fazaan zie lopen, is mijn dag al goed. En dat kan ik niet beschrijven. Ik weet niet wat dat is. Dat zo'n kevenbank, hoe simpel die ook is, 40 centimeter verhogingje, dat zo'n ontzettende impact heeft op de biodiversiteit. De eerste keer dat ik hem zag, toen was ik aan het fietsen met mijn racefiets. Toen stak er een de weg over. Ik dacht eerst, is dat nou een fazantenjong? Maar toen ik goed keek, zag dat het bedrijf was. En toen wist ik, ze zijn er dus nog. There are various options for farmers to increase biodiversity on their land without loss of income. Overal wat, daar een randje, daar een ding, hier staat een hekje hier. Maar dat doe je dan ook weer net op een stukje, daar kom ik nooit, weet je wel. Ik heb daar ook, verderop heb ik ook een stuk, dat was heel nat. Dat is een mooi plekje en daar kan ze misschien wel eens meer iets naar kijken. Een landbouwkundig slechte stukken, dat je daar zoiets doet ook, hè. Partridge project measures are flower blocks, diverse hedges providing breeding sites and shelter, elevated beetle banks sown with grass and flowers. They attract insects such as ground beetles, which are food for partridges and other farmland wildlife. Je ziet mensen opnieuw naar het landschap kijken en denken van het komt weer leven terug. En dat is een bepaalde interesse of zo die er dan weer geboren wordt. De prijs is voor mij wel een symboolvogel voor wat er was. Wat bijna niet meer is, maar wat weer kan komen. En ik ben er wel van overtuigd dat de natuur zich heel snel kan herstellen. Dus als een vogel nog niet is uitgestorven, denk ik dat maatregelen heel snel tot resultaat kunnen leiden. Partridge, farming with nature in a modern world.